Iedereen is wel ergens helemaal gek van. Bijvoorbeeld zorg en beauty, recreatie, wonen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of wij zijn er helemaal gek van. Elke week duiken we in een nieuw onderwerp en vertellen we jou alle ins en outs die jij moet weten. Welkom bij de eerste aflevering van Helemaal Gek Van. Niemand vindt het fijn om iets te mankeren, maar als je dan toch iets overkomt, is het wel heel erg fijn dat goede zorg in de buurt is. Soms is een operatie of grote ingreep onvermijdelijk. En dan is revalideren een belangrijke stap om weer helemaal fit te worden. Hoe dat in zijn werk gaat, zie je nu bij Medifit Revalidatiecentrum. Sinds jaren vliegen vele Nederlanders naar Spanje voor revalidatie in een Nederlands revalidatiecentrum aan de kust. Deze revalidatie, inclusief verblijf, wordt volledig vergoed door alle Nederlandse verzekeraars uit het basispakket. Welke mogelijkheden er zijn, horen we van Gerard en Miguel van Medifit. Patiënten kiezen steeds vaker om te revalideren in Spanje. Punt 1 omdat het mogelijk is. Het wordt vergoed uit de Nederlandse basisverzekering. Daarbij zijn er veel Nederlandstalige therapeuten, verzorgenden die werken in Spanje. Dit maakt natuurlijk de taalbarrière een stuk minder. Daarnaast is het klimaat erg gunstig in Spanje, wat het revalidatie heel erg ten goede komt. Je kunt er natuurlijk ook nog even lekker van genieten. Daarbij zijn de zorgkosten in Spanje een stuk lager. En dit zorgt ervoor dat je een betere, individuelere therapie kunt krijgen en verzorging. Er wordt samengewerkt met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Het is zelfs zo dat 80% van de verzekeringsmaatschappijen een contract heeft met het revalidatiecentrum. Dit wil zeggen dat mensen die in Nederland verzekerd zijn zich direct aan kunnen melden bij het revalidatiecentrum en ook direct kunnen komen voor een revalidatie. Mensen die verzekerd zijn bij verzekeringsmaatschappijen in Nederland die geen contract hebben met het centrum, die kunnen zich nog steeds direct aanmelden. Er moet dan echter wel een aanvraag ingediend worden bij deze verzekeringsmaatschappijen. Deze zal deze aanvraag behandelen en binnen 10 werkdagen wordt er meestal contact opgenomen met de patiënt of een revalidatie is geïndiceerd, ja of nee. En dit is hetzelfde als men in Nederland zal gaan revalideren of in Spanje of waar elders ook in Europa. Er wordt fysiotherapie, ergotherapie, manuele therapie, psychotherapie en hydrotherapie geboden. Dit allemaal onder leiding van een revalidatiearts, een Nederlandse longarts, een Nederlandse orthopeed en een Nederlandse cardioloog. Het revalidatietraject begint als de patiënt aankomt op het vliegveld. Dan halen we deze op of van een lokaal ziekenhuis. Vervolgens beginnen we de eerste dag met een intake van de revalidatiearts, de fysiotherapeut en de desbetreffende specialist die bij deze diagnose het meeste past. Vervolgens wordt iedere week het programma opnieuw geëvalueerd en bijgesteld. De behandeldoelen worden bijgesteld aan de nieuwe situatie. Omdat er in het revalidatiecentrum genoeg capaciteit is, zijn er geen wachttijden. In principe is het zo als er een goede indicatie is voor revalidatie. En een geschreven brief ook van het revalidatiecentrum of revalidatiearts in Nederland. Is het gewoon een kwestie van de verzekering op de hoogte stellen dat we dat hier gaan doen. En in de meeste gevallen hoeven we daar niet eens toestemming voor te vragen. In een aantal gevallen wel. En dat duurt een tijdje, maar dat zorgt de organisatie voor. Daar hoeft de patiënt zich niet om te bekommeren. En het enige wat zij aan daadwerkelijke kosten moeten bijdragen is de vliegreis hier naartoe. Dat zijn niet de duurste over het algemeen. We verblijven uiteraard bij de behandeling. Dus er zijn verder geen aanvullende kosten bij. Ik heb gekozen om naar Spanje te gaan omdat de mogelijkheden hier voor mij het beste waren. De intensiteit hier van de behandelingen is voor mij heel erg goed. De expertise van de fysiotherapeuten zijn enorm. En alles sluit op elkaar aan zodat je een compleet programma krijgt. En dan, daarmee is dat ja, het beste voor mij op dit moment. Ja, het is hier fantastisch, het feit dat je zo intensief revalideert en na de hand in een heel fijn appartement zit waar je echt tot rust kunt komen.
Mensen kunnen terecht in het revalidatiecentrum met neurologische klachten, zoals een beroerte of een herseninfarct, MS. Daarnaast kunnen mensen ook terecht met orthopedische klachten. Er is een long- en hartrevalidatieprogramma. Vooral mensen met COPD kunnen hier terecht vanwege het goede klimaat voor ze. Programma's worden erg individueel gemaakt. Dat wil zeggen dat wordt door de revalidatiearts en het therapeutenteam samen met de patiënt in elkaar gezet. Het wordt zo intensief mogelijk gedaan, zodat de patiënt het meest effectief behandeld wordt. De revalidatieduur hangt af van de diagnose. Dit is minstens 3 weken of 4 weken, gemiddeld vaak 8 weken en soms zelfs 6 maanden. Bij een patiënt die hartrevalidatie heeft of longrevalidatie, na een beroerte, dat loopt enorm uiteen. Dat hangt ook af van de behaalde behandeldoelen. Als de behandeldoelen behaald zijn, dan stopt het revalidatietraject. Er is in het verleden al de nodige contacten gelegd in Nederland met behandelcentra, revalidatiecentra, revalidatieartsen. Enerzijds voor verwijzingen, voor intakegesprekken, maar ook voor de continuïteit van de behandeling. Soms wordt de behandeling gestart in Nederland en hier afgemaakt. Soms wordt de behandeling hier in Spanje gestart en vervolgens in Nederland afgemaakt. En dat is van belang ook om elkaar op de hoogte te stellen van wat er gebeurt met de patiënt. Uiteraard in het beste belang van de patiënt ook. In Spanje revalideren, het is dus mogelijk. Het beste van beide. Een heerlijke omgeving, een goed klimaat en een intensieve multidisciplinaire revalidatie. Het enige wat je kan missen is familie. Maar zelfs die kunnen langskomen en bij u verblijven. Een chirurgische ingreep is niet niks. Helemaal als je besluit het in het buitenland te laten doen. Want wat kan je eigenlijk verwachten? Met Dutch Clinic kan je dezelfde zorg verwachten als hier in Nederland. Er is een goede samenwerking tussen de artsen in Nederland en de artsen in Turkije. I'm doing near all of the plastic and aesthetic surgeries procedures. The big surgeries that you have to stay at hospital. I'm performing them in Turkey. The people preferring here because of the high quality of the surgeries and hospitals and the financial reasons. And the smaller operations like hair transplants and the upper eyelid surgeries are done in the clinic at the Netherlands. They want to come in Turkey because the price is lower than in Europe and there is more experience. They will see it as a small trip where they can relax and rest out. Just like first consultation, they will also finish aftercare in Holland. When the patient arrives in airport in Istanbul, the medical journey will start. From that moment on, they don't have to think about anything else. And also the driver arrival in airport, and then they arrival in hotel directly from airport to hotel. When the patient check in the hotel, just they need to help because first time they are coming in Turkey and Istanbul. Just they worry about where they will go and they will check and the shopping and to see some historical place and somewhere, and because they need some help to visit and also surgery site, and they get all information. The patient also can bring a relative with them to support. After they arrive, patient have consultation with the surgeon who is going to operate him. After the operation, the patient will be transferred by the VIP car to hotel. I
After the surgery, on the first day, the patients are staying at the hospital, and the next day I'm doing the first checkup and discharge from the hospital. In a few days, I'm doing their first checkup, and then the patients are be able to go to their country in very safe manner. And the first few days we are taking care of them, and the most difficult days are these. And for the long time checkup, they are going to the Dutch clinic in Netherlands, and all the checkups are done in there. Plastic surgery has two parts, actually. The first is aesthetical surgeries, and the second is plastic and reconstructive surgeries. All the people knows about aesthetical surgery so much, but the reconstructive surgery are done who needs to some kind of correction because of any trauma or birth deformities on their face or body. All the plastic surgeons are doing this reconstructive and aesthetical surgeries together. In all around the world, nose job and boob jobs was the most common surgeries. The liposuction plus fat injection to the bottom is called Brazilian butt lift. Is coming very, very popular and a very common procedure in all around the world. And I am very interested in these procedures and specialized in all these procedures, facial aesthetics and other body shaping like BBL. De reis heb ik goed ervaren. Alle zorgen zijn ontnomen. Heerlijk. Dus mijn tickets waren geboekt. Mijn verblijf is heel goed. Ik ben natuurlijk aangekomen in het hotel. Mooi verzorgd. Het ziekenhuis ook mooi verzorgd. Ook de begeleiding die ik heb gehad. Ik ben vanaf moment 1 tot aan het laatste moment begeleid. Dus dat is ook erg prettig. Ook als tolk uiteraard. Dus dat is heel fijn dat je toch op een goede manier kan communiceren. En een veilig gevoel krijgt ervan. Je merkt toch ook wel veel verschil tussen Nederland en Turkije. In Nederland word je gelijk naar huis gestuurd. En in Turkije houden ze je eigenlijk een nachtje ter observatie. En waardoor ze ook elke drie kwartier komen ze je checken op je bloeddruk, op je temperatuur en geven ze je pijnstilling. Dus wat dat betreft is dat wel heel veel fijner dan dat je gelijk naar huis wordt gestuurd. Geeft je een veel beter gevoel. Ik ben heel blij dat ik deze stap heb gezet. Ook mede omdat ik toch de eerste operatie in Nederland heb ik toch wel wat pijn ervaren. En dat is me eigenlijk allemaal reuze meegevallen. Ik ben vrijwel pijnloos er doorheen gegaan en er doorheen gelopen. En ik ben heel blij met het eindresultaat. Ja. Soms kan het een lastige stap zijn, maar met goede begeleiding, zoals ook een Nederlandse tolk, kan deze drempel verlaagd worden. Door middel van een kleine ingreep kan je leven drastisch veranderen. Je zelfverzekerdheid groeit en je kan weer midden in het leven staan. Wij gaan er even tussenuit, maar na de break zijn we terug met nog meer zorg. Tot zo! Jij ook nog een stukje, hè? Welkom terug bij Helemaal Gek Van. Onze huid is de grootste orgaan en dat is het eerste wat mensen zien. En daarom willen wij er ook zo goed voor zorgen. Je huid kunnen we niet zomaar even wegleggen. Huidzorg 073 laat ons zien hoe we zo lang mogelijk een gladde huid kunnen houden. Last van huidproblemen? Een huidtherapeut kan je hierbij helpen. Zo kan een huidtherapeut onder andere acne, pigmentvlekken of littekens op je huid behandelen. Samen met de therapeut wordt het probleem geanalyseerd en wordt er een behandelplan opgesteld. Pauline van Wamel vertelt ons meer over wat een huidtherapeut voor jou kan betekenen. Een huidtherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van huidproblemen. Als huidtherapeut heb je een 4-jarige hbo-opleiding afgerond. Na de opleiding ben je BIG geregistreerd en moet je inschrijven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Huidtherapie is een beschermde titel en om die titel te behouden moet je je iedere 5 jaar herregistreren door middel van nascholingen en cursussen te volgen. Als huidtherapeut behandel je verschillende soorten huidproblemen, waaronder acne, overbeharing, pigmentvlekken, littekens en ook kunnen tatoeages verwijderd worden. Naast de behandelingen wordt er ook huidsadvies gegeven om ervoor te zorgen dat cliënten ook thuis de huid goed verzorgen. Voor er gestart wordt met de behandeling komt de cliënt in de praktijk voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de huid geanalyseerd,
wordt er een behandelplan gemaakt en de nodige afspraken ingepland. Na de eerste behandeling zie je niet meteen resultaat. Bij sommige huidproblemen zijn 2-3 behandelingen gemiddeld nodig. Bijvoorbeeld bij overbeharing 6-10 behandelingen. Sommige behandelingen worden in kuurvorm uitgevoerd. Moet je denken aan eens in de 2-4 weken. Maar een voorbeeld zoals ontharen vindt plaats om de 6-12 weken. Als het gewenste resultaat is bereikt, dan is in sommige gevallen noodzakelijk om na een jaar een vervolgbehandeling toe te passen. Sommige huidbehandelingen kunnen vergoed worden door een zorgverzekeraar en dat is afhankelijk of u een aanvullende verzekering heeft. Met onze handen doen we op een dag echt een hele hoop. We doen alle handelingen elke dag en nemen het eigenlijk gewoon voor lief. Alleen wat als je handen en polsen niet meer naar behoren functioneren? Wat eraan te doen is, vertellen Jack Dekker en dokter Reinier Veits van Expert Clinic. In de kliniek kan je eigenlijk voor alle hand- en polszorgklachten terecht. Zowel op het niveau van de handtherapeut als op het niveau van de handchirurg. Dat kunnen klachten zijn van pezen, beginnende peesontsteking tot gevorderde problemen, second opinions, problemen met zenuwen of met gebroken botten die verkeerd vastgegroeid zijn, een gebroken pols, waardoor je potjes niet meer kan openmaken, niet goed kan sporten of niet goed kan werken. En eigenlijk kan op elk niveau die behandeling begonnen worden. Lang niet elke klacht moet operatief behandeld worden. Omdat er veel data is over de behandeling en de uitkomst van behandeling, kan er een afgewogen keuze gemaakt worden. Dat is value-based healthcare, waarin de patiënt samen met de dokter kiest welke behandeling gepast is. En zo weten we voor duimbasisslijtage exact dat 16% geopereerd wordt en 84% ook niet. En daarop wordt voorgelicht en samen wordt die keuze gemaakt. Value-based healthcare is een beweging in de zorg waarbij structureel gepoogd wordt om uitkomsten van zorg te verbeteren en kosten te verlagen. En dan gaat het niet alleen om de medische uitkomsten van zorg, maar vooral ook de uitkomsten van zorg zoals die door de patiënt worden ervaren. Daarvoor wordt een relatie opgebouwd met patiënten in de spreekkamer, maar ook online. En door dat online contact krijgen organisaties heel veel informatie waarmee ze uiteindelijk de zorg weer kunnen verbeteren. Behandelingen kunnen verbeterd worden, behandelaren kunnen met elkaar vergeleken worden, maar ook patiëntengroepen kunnen met elkaar vergeleken worden, waardoor je patiënten een goede keuze kunt laten maken tussen het wel of niet behandelen en informatie kunt geven hoe lang ze uit de running zijn, wanneer ze weer kunnen sporten en wat ze ook wel of niet kunnen doen. Ketenzorg is de samenwerking tussen de zorgverleners die betrokken zijn bij een patiënt en zijn of haar probleem. In het geval van handen polsen kan dat een handchirurg zijn, een ergotherapeut of een handfysiotherapeut. En het is van de patiënt van het grootste belang dat die verschillende zorgverleners goed met elkaar samenwerken, van elkaar weten wat ze doen, om op die manier patiënten gewoon de beste zorg te geven. Een voordeel kan zijn dat niet iedereen geopereerd hoeft te worden en dat een handchirurg dus goed kan verwijzen naar een handfysiotherapeut. En op die manier krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek. De toekomst is eigenlijk personalized surgery. Dat wil zeggen dat omdat er een grote database is gecreëerd, er onderscheid kan maken per patiënt welke behandeling en welke operatie het meest geschikt is. En dat noemen we personalized surgery. Dat kan je alleen doen als je heel veel data verzameld hebt. Iedereen heeft wel behoefte aan een dagje ontspanning. Of het nou thuis in bad is met een kop thee of in een wellnesscenter. Maar als jij overal kalkaanslag ziet, dan is die ontspanning ver te zoeken. Tenminste, ik denk dan meteen aan schoonmaken. Ik heb een afspraak met Giulio, want hij is van waterontharder.com en heeft de oplossing. Hoi. Hoi, jij hebt mij uitgenodigd hier bij dit wellness center. Het ziet er prachtig uit. Ja, mooi hè? Ja, maar jij weet alles van waterontharden. Ja. Waarom is het hier zo belangrijk? Nou ja, je komt hier natuurlijk om te ontspannen en te relaxen. En dat is gewoon, als je dan tegen die lelijke kalkvlekken, zeg maar, tegen de muren en alles aan zit te kijken en op de kraan en zo. Ja, daar word je niet echt ontspannen van natuurlijk. Nee, nou, ik wil het wel eens eventjes zien hier. Nou, laten we een kijkje gaan nemen, toch? Ja. Kom. Goed.
Julio, lekker hier de hele dag in het zwembad hangen, sauna, alles is natuurlijk zalig. Maar water waar veel kalk in zit, dat heeft natuurlijk nadelen. Ja, dat heeft zeker nadelen, bijvoorbeeld voor je huid. Hè? Want kalk droogt de huid uit. En daardoor, als je dus een gevoelige huid hebt, ja, dan kun je daar heel veel last van hebben natuurlijk. Omdat die kalk gaat neerslaan op je huid en op je kleding. En dat gaat irriteren. En daarnaast ook voor je haar. Dat wordt veel zachter. En je hebt daardoor minder shampoo en conditioner nodig. Oh, nou, dat is wel een heel goed voordeel natuurlijk. Ja. Maar hier in een wellness, wat zijn nou echt plekken waar je veel kalk vindt? Nou ja, kijk hier het zwembad, maar ook kranen en zeg maar daardoor de waterval. Maar ook eigenlijk waar je helemaal niet aan denkt, zoals de machines en apparatuur die dus dit water allemaal opwarmen. Omdat dus juist bij verwarming van water al die kalk ontstaat. Dus die machines die verkalken ook allemaal en dat is ook belangrijk om die te beschermen. Oh ja, logisch. Dus zullen we even verder gaan kijken? Dat is hier wel mooi, hè? Ja, goed idee. Heel mooi. Julio, je had het over apparaten, maar dat geldt dus voor bij mij thuis ook. Ja, ook voor jou thuis natuurlijk, omdat je daar ook overal water gebruikt. Dus bijvoorbeeld voor je wasmachine en een cv-installatie is het natuurlijk gewoon belangrijk dat je die beschermt tegen kalk, zodat ze langer meegaan en minder energie verbruiken. En denk natuurlijk ook aan lelijke kalkvlekken op bijvoorbeeld de tegels en de glazen douchewand, de kranen en in je waterkoker. Ja, maar zo'n waterontharder, hè? Dat installeren, is dat heel ingewikkeld? Moet daar iemand voor thuis komen? Nee, dat is super simpel. Ja, als je het bestelt, heb je het de volgende dag in huis. Mm-hmm. En iedereen kan het. Zelfs als je twee linkerhanden hebt, is het een eitje. Oh, wat fijn. Maar en heeft het eigenlijk nog meer voordelen? Dan bedoel ik eigenlijk financieel gezien. Ja, zeker. Omdat je dus niet meer zoveel kalk hebt. Gebruik je veel minder chemische reinigingsmiddelen om dat allemaal weg te krijgen. Ja. Ja, je apparatuur verbruikt minder energie en gaat langer mee. En dat alles bij elkaar kun je toch wel een paar honderd euro per jaar besparen. Maar en het is dus beter voor het milieu. Ja, het is zeker beter voor het milieu inderdaad. Omdat je dus inderdaad minder van die chemische reinigingsmiddelen gebruikt. En natuurlijk je apparatuur niet weggooit en ook minder energie verbruikt, zeg maar, door die kalk. Ik zie alleen maar voordelen. Ja. Bij een wellnesscenter kijken we meestal naar de buitenkant en de inrichting. Dat hieronder een weerwar aan leidingen is die ook onze aandacht nodig heeft, vergeten we wel eens. Nu kunnen we zorgen dat ook deze goed onderhouden worden en we van de apparaten in het wellnesscenter kunnen genieten. Dit was de eerste aflevering van Helemaal Gek Van. Leuk dat je hebt gekeken. En wil je nou meer weten? Ga dan even naar onze website. Volgende week zijn we er weer met Helemaal Gek Van Beauty. Tot dan!